dankjewel. Claudia, kom naar voren. Mag ik een applaus voor Claudia? Wat een schattig boekje hebben we. Vogelvrij van Sjoe. Soms al dromend kan ik vliegen, en al vliegend ben ik vrij. Niks te willen, niks te weten, niks te moeten dan er zijn. Onder mij zie ik het stromen van een zuiver perspectief. Boven mij een onafzienbaar, pijloos diep, onpeilbaar niet. Boven mij een onafzienbaar, pijloos diep, onpeilbaar niet. Ja. Wauw, ik moet poëzie, maar poëzie echt even zeggen dat ik zo dankbaar ben dat ik hier ben. En dat, ja, dat komt eigenlijk door Sjoe. Nou ja. Oké, okay, poëzie. Poëzie? Ja. Dit heb ik, mag ik even zeggen, dat ik dit zeg maar vandaag heb geschreven. En dat ik het spannend vind. Wat brandt in mijn binnenste? Wat wil ik eigenlijk kwijt? Is het iets wat ik nauwkeurig vermijd? Ik denk dat ik er nog even op moet broeden. Want het lijkt erop dat ik mezelf ergens voor moet behoeden. Heb jij een idee wat het zou kunnen zijn? Ik wel. Is het iets groots? Of juist iets heel erg kleins? Moet ik ermee naar een psycholoog? Wat wil ik eigenlijk met dit betoog? Ik blijf denk ik even doorbroeden. Want naar de psycholoog lijkt me nu te veel van het goede. Maar ik kan het toch misschien hier in de schouw naar boven laten komen? Want hier zijn vast veel meer brandende in. Ja, wat zijn het? Misschien zijn het wel dromen. Oh, dat kan ook.